Goedemorgen, middag, avond. Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Yay. Het is vandaag zaterdag. Ik sla bij jou. Blondie en ik zijn vandaag 2 jaar samen. Nou, Blondie, hoe voelt het om al 2 jaar in een relatie met mij te zijn? Nou ja, dat dus. Ik heb vandaag les samen met Blondie. Ik ga haar poetsen en zadelen. En dan zie ik jullie zo als ik erop zit. Maar als een paard zich eigenlijk dan ietsje stram maakt in de hals, als we ze dan een beetje wijken, dan vragen we daar een beetje meer lengte van de spieren. En dan ontspannen ze ietsje makkelijker. Ja, druk hem maar opzij. Zo, daar. En heel goed voelen. Aan de teugel drukken, aan welke die de meeste verbinding maakt, maar ook aan welke die de minste verbinding maakt. En probeer jouw slag te slaan een beetje aan de losse teugel. Maar wel voelen dat alles wat je aan de voorkant vraagt, dat dat begint van achteruit en in het lijf. Ja, maak daar dan gebruik van, hè. Hou dan in ieder geval je kuiten omheen. Zo, en niet zelf ook verstijven. Je houdt wel verbinding, maar je arm mag eigenlijk niet op spanning komen. Zo, ja. In het wijken ga je daar dus een beetje doorvragen op dat zij zich eigenlijk los moet laten. Insul, dus geef ze werk. Geef ze werk, geef ze werk. Zo, ja. 2 teugels, 2 teugels. Zo. Ja, maar blijf naar de mond toe denken, hè. Want ze moet jouw hand prettig vinden en jouw hand mee willen nemen. Jij maakt je vooral druk om dat lijf. Ja, blijf ze dan opzij drukken. Ja, stuur korter in, stuur gewoon korter in. Zo, ja, goed zo. Dat je een beetje op zo'n volte met stappen, dat je dus niet alleen maar denkt, hij moet rechtsom, rechtsom, rechtsom. Maar als hij dat dan moeilijk vindt, dat je rechts en links vaak met elkaar afwisselt. Dus dat je dan in zo'n volte een paar keer een achtje draait, of een slangenvolte. Geeft niks, gewoon blijven rijden. Als je er boos om wordt, dan wordt het vaak alleen maar erger. Zo, opzij, opzij. Zo, ja, 2 teugels, opzij. Ze moet daar vooral het in haar lijf drukker hebben, hè? Goed zo, 2 teugels. Denk weer een klein beetje aan je rug. Want als jouw lijf natuurlijk 1 brok spanning is, kunnen we niet verwachten dat zij ook lekker chill wordt, hè? Hij moet meer stappen. Ruimer stappen, ruimer en losser stappen. Dus dat zit hem ook een beetje in de beweging die jij meebeweegt in je arm. Draai door, rechte teugel stuurt, rechte teugel stuurt. Rechte teugel stuurt. Ja, blijf doorkomen met je been. Blijf je hulp herhalen. Blijf je, geef niks. Draaf maar door. Draaf maar door. Draaf maar door. Zo. Binnenbeen eraan. Binnenbeen eraan. En Tessa, dit helpt niet, hè? Opzij. Al eerder, hè? Dus voordat zij de oren erop hebt geprikt, had jij eigenlijk al er meer werk moeten geven. Zo. Dus verwacht ook van hem dat als je wil wijken, dat hij ietsje meer wijkt, hè? Zo. Want ze houdt dus haar rug te strak, waardoor haar lijf en zeker haar mond ook te strak is. Die mond gaat niet strakker worden als we heel veel aan die mond doen. Die mond wordt losser als we het lijf aan de gang krijgen. Als je dus meer stapt, meer buigt, meer zijn lijf gebruikt. Laat hem doorstappen, laat hem iets doen in zijn lijf. Geef hem een opdracht. Zo, en al draaft hij aan, wees dan blij dat hij voorwaarts was. Zo, en dan ga je weer een keertje links afdraaien of rechts afdraaien. Zo, ja, en stap daar naartoe, hè. Er mag meer stap in het lijf, meer beweging. Goed, 2 teugels, blijf rijden, zo, ja. Pak die binnenhoefslag, pak maar binnenhoefslag. Neusje stil, neusje stil. Heel goed, ja, en blijf insturen, hou ze om je been. Daar, en als het voorwaarts is, kun je terug, hè. Als ze een beetje doordrampt, dan rem je daar ook een beetje met je hand en je zit tegelijk. En voordat zij de oren erop geprikt hebt, heb jij alweer met je been gezegd, hallo, volgens mij waren we aan het buigen. En dan zoveel erin stoppen dat je het aan de voorkant kunt houden, hè. Zo, ja, 2 teugels, 2 teugels. Dus laat rechts niet losvallen. Zeker niet als links je sterke teugel is. Neusje stil, goed, goed daar. Ja, ja, blijf daar naartoe rijden. En als je er naartoe hebt gereden en het voelt goed, dan kun je het weer opvangen. Zo, hou verbinding. 2 teugels. Hou verbinding. Zo, niet sterk, maar gewoon daar losse contactverbinding. Zo, dat we aanleuning hebben. Ook hier, dus je wil eigenlijk hem in je nagevelijkheid zo tussen je hand en been hebben, dat je ook met de neus als een stofzuiger over de grond nog steeds dezelfde aanleuning en nagevelijkheid hebt. Dus nog steeds dezelfde contact, dezelfde verbinding. En zelfde lossigheid in de lijf.
Goed zo. Doe je zo een keertje van de hand vooraan. Doe je een beetje achtjes draaien. Ho, let op dat rechts niet los komt te bungelen, hè? Goed zo. Heel goed. Heel goed. En is het moeilijk op het rechte stuk, draai dan meteen in, hè? Want in de buiging vragen we ook aan het paard ietsje meer rek in de spieren. En is het voor de paarden makkelijker om de spieren los te laten. En meteen doorstappen. Meteen die mooie voorwaartse stap. Niet overhaast, maar wel voorwaarts. Ja. Dus dan voel je dat ze ook weer wat met de schouders naar binnen komt en met de kont naar buiten. En dat stukje draf. Dus daar zit echt bij jou heel goed de concentratie vanuit mijn linkerbeen naar mijn rechter teugel. Lekker lang geven zo hoor. Want dat kan ze ook met aangaloperen wel eens een beetje doen. Dat ze zo met de kont naar buiten aangaloppeert. Goed, dus ook gewoon een stukje balans en alles. Goed zo. Let goed op dat als het een keer wat moeilijker wordt, dat je niet denkt, hij moet nageven. Gaat niet lukken. Zeker bij deze niet. Bij een ander, en zeker misschien bij een ruin, die zal denken, nou ja, als jij zo hard eraan zit, dan ga ik wel. Maar zeker een merrie gaat dat niet voor je doen. Dus zorg dat je dan creatief wordt. Ga op die volte, links buigen, rechts buigen, halt houden, naar voren stappen. Dat je ze in dat lichaam losmaakt, dat ze weer nageven. Denk jezelf als je het niet naar je zin hebt. Als iemand er zegt, Tessa, ik wil nu dit, nu dat, nu zus, nu zo, ga je het ook niet doen. Jullie zijn allebei dames en jullie zijn allebei pubers. Dus zorg dat je daar samen creatief in wordt. Flo en ik hebben vandaag gereden, dat heb je net gezien. In het begin ging het echt niet lekker. Ik dacht echt, nou weet je, ik stap gewoon af, ik laat Daan erop en doei. Het gaat me niet meer lukken. Aan het eind ging het wel oké, maar nog steeds niet helemaal goed. Dus daar gaan we weer eventjes aan werken. Nu is het tijd om de spullen op te ruimen. Dan gaat Marren op Verona rijden. En dan, ja, krijg ik een melding weer. Ik ga even snel spullen opruimen, spullen pakken en dan... Toppie! Het is vandaag vrijdag. Ja. Afgelopen woensdag ben ik naar de Efteling toe geweest samen met mijn klas. Dus toen ben ik niet naar de Manege geweest en heeft Daan Blondie gedaan. Als het goed is kun je dat zien in de weekvlog van Manege de Arkenhoeve. Dagen daarvoor heb ik ook school gehad en heb ik eigenlijk niet zoveel gereden. Dus toen hebben we ook niet zo heel veel gefilmd. Volgende week ga ik wel weer proberen om wat meer te filmen. Dan heb ik wel toetsweek en gaan we volgens mij naar Bastiaan. Als mijn toetsweken voorbij zijn, dan heb ik vakantie. Nou ja, niet vakantie, maar dan hoef ik niet zo heel veel meer naar school toe. Dan ga ik weer wat meer filmen. En in de zomervakantie ben ik van plan om allemaal leuke dingen te gaan doen. Dus daar wil ik ook jullie mee gaan nemen in mijn summer vacation. But now I have to work on school. Yes! Want ik heb een paar toetsen die ik leuk mag doen. Maar dus sorry dat we deze week of de laatste week niet zoveel hebben gefilmd. Want we hebben ook heel veel moeite en tijd gestopt in de aflevering van Horse & Country. Eigenlijk had nu al alles online moesten staan. Maar het is gewoon echt, echt heel veel misgegaan. En nu ga ik naar huis toe en voetbal kijken. En super leuk dat je hebt gekeken in deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Doei doeg! Zeg even doei.